Vandaag gaan we gehaktballen maken. Gehaktballen is natuurlijk zo'n heel leuk product voor iedereen. Iedereen maakt hem op zijn eigen manier. Iedereen vindt de gehaktballen van haar moeder of zijn moeder altijd lekkerste. Dus dat blijft ook zo. Kan niemand tegenop. Gehaktbal van oma of van je moeder. We hebben half om half gehakt. Half rundvlees, half varkensvlees. Varkensvlees hebben iets vetter en rundvlees hebben iets magerder. Ik hou persoonlijk vooral voor van dat een klein beetje rullig is. Dus niet zo'n hele vaste bal. Nou, als je een vaste bal doet, dan gebruik je gewoon wat meer broodkruim of beschuitkruim of rijstemeel uiteraard. Mensen die wel een vaste bal willen, zou ik adviseren als ze last van gluten hebben, pak gewoon rijstemeel. Rijstemeel verwerken ook alleen maar de worstmakerij. Dus geen bloem of tarwe, maar rijstmeel werkt perfect. Kun je ook heel mooi mee, na de hand kun je ermee paneren met rijstmeel. Dan krijg je een krokant korstje. We gaan eerst mengen. Ik neem altijd gewoon keukenzout, gehakt kruiden, de mengsel die we zelf mengen. Met gemalen peper, gember, nootmuskaat, een beetje foelie, lavasblad en lavaswortel. Lavaswortel gebruik ik in almenkruiden. Dat is een hele lekkere, zachte smaak van kruiding. Hij is een klein beetje groenig met hakkruiden. Daar komt de lavasblad. Ook een klein beetje koriander zit erbij. De verdeling is peper 2 en de rest allemaal een half of 1. Dat is net maar hoe je wat zelf lekkerste vindt. We gaan even het gehakt in onze mengbak doen. Onze kruiden erbij en zout. En ik gebruik altijd 1 ei op 1,5 kilo. Dus zodat het niet te compact gaat worden. We willen een rulballetje, een licht rulballetje. Dus niet helemaal een rol, hij moet wel bij elkaar blijven. 6 kilo, dus hebben we 4 eitjes. Uiteraard kun je ook nog een scheutje room bij doen, wat mensen vaak doen. Of koffieroom of melk. Maar wij houden van gewoon vlees, eitje, kruiden, zout. Dat is natuurlijk ook heel erg persoonlijk hoe je de gehaktbal lekker vindt. Eerst rustig door elkaar, dat de kruiden niet op één hoop komen. We mengen gewoon met de zander. We gebruiken geen handschoentjes. We hebben onze zander goed gewassen. Als je handschoentjes hebt, kun je ook niet lekker mengen. Kijk, nu gaan we het varkensvet fijn mengen. Dat je dat na de hand niet meer terug ziet. Je voelt hem al. De binding, die komt er al. Zowel door de ei als door het vlees. Als je vlees gaat mengen, dan krijg je een binding. De eiwitten van het vlees die komen vrij, die ga je wrijven. Dat plakt. Zit goed door elkaar. Hij plakt goed. Nou, dan gaan we altijd even proeven. Rauw gehakt kun je gewoon eten, is niet eng. Alleen je moet wel alles met mate doen. Kijk, om te proeven, dat kan makkelijk. Vers gemalen, vers gehakt. En eigenlijk is dit gewoon het lekkerste. Rauw, gemengd gehakt voor de gehaktbal. Dat is zo lekker. Die kun je ook gewoon op een broodje smeren en eten hoor. Is niks aan de hand. In België wordt er gewoon veel vaker zo verkocht. Bereid gehakt noemen ze dat daar. Dat smeren ze op een broodje en eten ze gewoon. Onwijs lekker. Natuurlijk alles goed leegmaken. We gooien niks weg. Nu gaan we gehaktballen vormen. Je vormt ze voor de maat die je zelf wil. Hoe dikker, hoe groter, hoe langer ze moet garen in de pan. Ik ga ze vandaag ook in de pan bakken. Kijk, gewoon een mooi balletje. Zorg wel dat je goed vastrolt. Als je dat niet goed vastrolt, dan kunnen ze wel uit elkaar vallen. Dus ze mogen wel rul zijn, maar ze moeten niet uit elkaar vallen. Dat is natuurlijk een heel ander procedé. Dus mooi, strak rollen. Dit deeg kun je natuurlijk ook kleine soepballetjes van maken. Als je dat doet, zou ik ze altijd even voor pocheren. En daarna in je bouillon doen. Want als je dat rauw in je mooie bouillon doet, dan krijg je altijd een troebele bouillon van. Het vlees gaat garen, gaat afgeven. De eiwitten, de ijzers. En dan wordt iets troebel van. Dat krijg je. Dus altijd even van tevoren even pocheren, even afspoelen, koud water. En dan kunnen ze mooi in de warme bouillon. Nou, ik denk deze gehaktballen gaan we een minuutje of rustig in boter. Vind ik het lekkerste. Gewoon boter. Echte boter. Veel boter. Krijg goede jus van. Beetje vocht erbij.
krijg je de allerlekkerste jus. Gewoon echte boter, lekker veel. En dan met een boterham in de jus dopen. Wat is toch lekker als dat voor iedereen? Uiteraard alles weer met mate. Niet elke dag, gewoon op zijn tijd kan dat makkelijk. Het zijn forse ballen. Waar we grote ballen voor slagen ze, moeten wel vlees hebben. Dus zoals je ziet, wij hebben hier dus geen bindmiddel toegevoegd. Bindmiddel in de vorm van rijstemeel, in de vorm van beschuit, broodkruim of brood. Dus dit wordt wel een beetje een licht rullig gehaktbal. Ik heb wel ei toegevoegd, dat is natuurlijk wel weer een bindmiddel. Ook een smaaktoevoeging. Maar ik heb zo weinig ei gedaan dat het niet helemaal vastkomt. We gaan lekker in een creusetpan bakken. Dat vind ik altijd wel een echte goede pan voor de gehaktballen. Surdervlees, noem maar op. Ik gebruik altijd een creuset thuis. Normaal gesproken gaan we altijd in grote, voor de winkel, in grote bakken garen. Maar nu wil ik laten zien hoe je een lekkere gehaktbal bakt en er ook een goede jus van krijgt. Ik gebruik dat boter met zeezout. Dat vind ik gewoon lekker. Een beetje zout mag wel, niet te veel. Ook weer met mate. Dus ik neem een half pakje boter. Die maken we even goudgeel in de pan. We gaan hem niet verbranden, de boter. Want we gaan de gehaktballen heel hard bakken. Zoals je ziet, een lekker boter. Dan krijgen we een goede jus, dan krijgen we veel jus. We hebben wat varkensvet in onze gehaktbal gedaan. We hebben het goed bijgemengd. Dus het vet raakt nog een klein beetje los. Nou, we gaan hem eventjes goed aanbakken, een beetje op hoog vuur. Gewoon rustig erin leggen, kan niks gebeuren. Niet erin gooien, dan spat alles onder. Nou, mijn pannetje past precies voor 7 mooie gehaktballen. 8 wordt te veel, dus dat gaan we niet doen. Wij hebben onze gehaktballen niet gepaneerd. Expres niet. Ik vind, je krijgt toch wel een krokant korstje genoeg. Maar uiteraard kan ik me voorstellen dat mensen die het wel lekker vinden om een kruimig omhulsel te krijgen. Uiteraard kan dat. Nou, alle kanten een beetje lekker aansudderen. Nou, je ruikt al dat het lekker wordt gebakken in roomboter. Het heeft toch een heel lekkere geur, vinden we zelf. Nou, met vuur speel je altijd erbij een beetje. Iets harder, iets zachter. Dat is gewoon een kwestie van gevoel. Kijk, je ziet ook, ze gaan ook iets klein beetje inzakken met gehaktballen. Dat komt ook omdat wij geen bindmiddelen gebruikt hebben. Dus alleen maar ei gebruikt. Nu gaat hij een beetje inzakken, dat is helemaal. Het zou niet goed zijn als het niet zo is als je geen bindmiddelen gebruikt. Uiteraard als je van olijfolie houdt. Of voor andere vetstof kun je ook gebruiken om aan te bakken. Als ze maar mooi worden aangebakken, dat is het belangrijkste. We willen naar de hand wel een mooi bruin gehaktbal zien. Gewoon rustig de tijd nemen. Zorg dat boter niet verbrandt. Af en toe, als je denkt van joh, hij gaat te hard, zijn er gewoon een klein beetje kleiner. Nou, ze zijn een beetje mooi aangebakken alle kanten. Je kunt hem laten sudderen of je kunt hem laten stomen, laten garen. Als je zeg maar, ik wil hem snel mogelijk garen hebben, doe je deksel erop. Dan gaat hij eerder door. We pakken een beetje vocht. Nou, gewoon een klein beetje. Je hoort wel eens dat je per se warm water moet pakken of koud water. Nou, het verschil merk ik nooit op het eindresultaat. Ik heb gewoon koud water gepakt. Dat neem ik goed. We laten een klein beetje uitblussen. Deksel schuin op de pan. Vuurzacht. Dit is natuurlijk een hele grote kookpit. Ik moet wel een beetje in de gaten houden. Als hij nou nog te hard gaat van de pan, dan zet ik gewoon een klein beetje van het vuur af. Dat hij wel een beetje doorgaat. Maar dat gaan we even in de gaten houden. Kijk, dit gaat helemaal mooi. Het vocht, zul je zien, gaat er helemaal binnen duiken met de boter. Dus we laten nu de gehaktballen garen. Zorg wel dat je blijft pruttelen, anders moet hij iets harder. Nou, hij gaat heel mooi, heel rustig. Kijk, hij bubbelt rustig. Ik hoef niet kleiner te zetten. Kijk, deze spat een klein beetje open. Die heb ik niet goed gemengd. Zie je dat? Hier aan de onderkant. De basjes zijn wel vaak lekker, maar officieel hoort het natuurlijk niet, hè? Zo, rustig door laten pruttelen. Mijn gehaktballen braden goed. Je ziet, het vocht is een klein beetje verloren. Nu gaan we even voelen. Ze gaan al rustig garen. We gaan eerst eventjes vocht toevoegen. Dat ze niet gaan verbranden, dat moeten we ook niet hebben. Het vocht verdampt weer. Straks halen we gehaktballen erin. Strapen onze pan helemaal uit. Uitbaksel in de jus. En dan gaan we een goede jus van binden. Ik denk nog in een klein kwartiertje, dan zijn ze gaar.
nu het best schuin op de pan. Onze slagersgehaktballen. Ik ga er even eentje testen. De middensnij. Kijk of het gaar is. Ja, kijk, helemaal gaar. Je ziet ook wat ik bedoel met de rul. Hij is niet heel vast, half vast, half rul. Wel nog mooi vochtig van binnen. Ja, kijk, dat zie je zo. Vocht komt eruit als je drukt. Ik haal ze even eruit. Dan maak ik nog even een klein beetje in de pan een jus. Ja, dit ziet er nu al lekker uit. We pakken een klein beetje vocht. We gaan het vuur hoog zetten. Aanbaksel maken we los. Dus we doen een klein beetje bloem erbij. Dan wordt hij iets dikker. En als het nou te veel is, doen we een klein beetje vocht erbij. Dat is allemaal geen probleem. Dan krijg je echt meer een saus. Die roe. Dan krijg je een soort roe, zowel dat die meerballetjes weg zijn. Goed roeren. Nou, je ziet, hij is te dik. Klein beetje water bij. Naar je gewenste dikte. Oké. Dit is een mooi jusje. Even door een zeefje. De slagersgehaktbal. Zoals je ziet, een beetje rul. Wat we willen. Zo'n gehaktbal waar geen meel is toegevoegd, geen bindmiddel, kan altijd iets droger zijn als natuurlijk eentje die met meel is gebonden, is logisch. Want het bindmiddel met ei die houdt het vocht vast en het vet in de gehaktbal. En dat is nu dus niet zo. We hebben genoeg lekker jus om overheen te doen. Ik ga hem even proeven. Nou. Dit is wat ik bedoel met de rul in je mond. Dat is fijn. Dat is lekker. Hij is niet droog. De slagersbal zo hoort te zijn. Hij is echt lekker. Vooral met die jus. We hebben nu de gehaktballen gebakken. We kunnen even een beetje buiten koelen. Kunnen we een klein beetje laten afkoelen. Een paar uurtjes. En dan kan die in de koeling gezet worden voor de volgende dag. Ook omdat je voldoende vocht erbij hebt gedaan. Kun je hem op een heel laag pitje kun je hem weer heel rustig verwarmen. Ik zou wel nu dan de deksel op de pan doen, dat hij niet gaat aanbakken. Wel af te roeren. Dit is nou echt een handgemaakte slagersbal. Dus niet door de industrie, maar gewoon echt puur met de hand. Ze mogen iets afwijken van elkaar. Dat is niet erg. Ambacht, dat mag, dat hoort. Je moet wel zien dat je hem zelf gemaakt hebt. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.